Dan blijft het lekker niet staan. Hoi allemaal, ik ga vandaag echt iets heel leuks doen. Aan mij de eer om de HVA-app te reviewen. De HVA-app is helemaal gebouwd door studenten, voor studenten. En hij is ook getest met meer dan 70 studenten van de HVA, van allemaal verschillende opleidingen. En je kan in de HVA-app ook blijkbaar feedback geven. Maar dat ga ik nu uitvinden. Eerst ga ik de app downloaden. Installing. Vervolgens openen we de app. Niet heel onbelangrijk. Hallo HVA'er. Oké, we gaan inloggen. Hi Penelope, zo te zien heb jij geen rooster. Wow, vet. Op stage heb je geen vast rooster van HVA zelf. Dus dat klopt wel. Dan vervolgens scroll ik naar beneden en zie ik mijn cijfer voor information analysis. Oké, een 7. En dan zie ik gewoon al mijn cijfers. Ik ben best wel blij dat ik allemaal mooie cijfers heb. Lekker bezig. Doe je trots met wie je wil via WhatsApp. Dus nu kan ik gewoon dit direct met mijn vrienden delen. Ik zou bijvoorbeeld wel naar mijn ouders toesturen als ik echt trots was op mijn cijfer. Geen resultaat. Oké, dit is wel leuk verzonnen. Volgende keer beter. Ik wil weten of er gewoon andere teksten staan. Ja, er staan gewoon elke keer overal andere teksten. Oké, dan als ik naar beneden ga, dus voorbij de cijfers, dan staat er hier het laatste nieuws. Dit is op zich wel tof, want normaal krijgen we hier zo'n mail van. En dat is echt zo'n mail die je niet zou openen. Maar ik denk dat je deze app wel wat vaker open hebt, aangezien ja, je cijfers komen erop binnen. Ik vind trouwens het design echt vet nice. Het scrollt allemaal lekker door. Het is eigenlijk gewoon net alsof je op een webpagina bent die gewoon heel erg goed is ingesteld voor mobiele gebruikers. Deze driehoekjes, dat is echt van het HVA en dat scrollt zo mee. Dat vind ik best wel dope gemaakt. Dat is wel mooi. Dan, mijn rooster, wat ik niet kan zien. Dan staat hier weer cijfers. Oh, cijfers kun je dus op twee plaatsen zien. Ook handig, want heel veel mensen die vinden dingen niet, omdat ze nooit goed kijken. En nu is het gewoon voor iedereen duidelijk. Oké, dan, wat is er trending? Blijkbaar is er niks trending vandaag. Nou, dan heb ik hier mijn eigen informatie. Ja, dan staat hier mijn HVA-suggesties. Oh, hier is het. Hier kan je dus op dat plusje klikken. Dat is dus vet handig. En dan kan je gewoon zeggen wat voor ideeën je hebt, dus wat jij anders wil. En dan staat er vervolgens ook gewoon dingen die dus zijn uitgevoerd. Dat is echt super nice. Dan studiegids. Hier is een overzicht van alle studies. Ik weet niet wat ik hier als student mee zou moeten, aangezien ik al een studie volg. En deze app heb als ik een studie volg. Mijn A tot Z lijst, dat vind ik echt super handig, want die ben ik dus altijd kwijt. Altijd moet ik helemaal naar een speciale website van HBO-ICT. En daar moet ik dan helemaal gaan doorklikken. En dan pas vind ik hem. En nu staat hij gewoon in die app direct. Dan, SIS Student Self Service. Oh, dan ga ik gewoon naar SIS. Dan instellingen. Oh, daar kan ik helemaal niks. Ik kan uitloggen. Oké, nou, dat was de app. Dank jullie wel voor het kijken. Ik vond het heel handig om met jullie samen te ontdekken wat er allemaal in de HVA-app te doen is. Zoals jullie zien, is die nog niet helemaal gevuld. Maar dit komt omdat ze echt wachten op jullie feedback. De HVA-app wordt namelijk gewoon gebouwd door studenten voor studenten. Dit is gewoon een superhandige app, want nu heb je je cijfers gewoon altijd direct in je broekzak. Mocht je nou benieuwd zijn naar andere dingen die er te doen zijn op de HVA, klik dan hierboven en klik hiernaast als je wil weten hoe je er goed uit moet zien op de Hogeschool van Amsterdam.